De tweede single heeft zijn eigen vlog. Hij komt uit Amstelveen. Hij zegt dat hij nog nooit verliefd geweest is. Nou, wie weet, misschien vanavond. Hier is Kiet. Hey, Kiet. This motherfucking life I lead. Hella motherfucking roadblocks and crooked cops. We still ride, yo. West side. I want money in large amounts. My garage full of cars that bounce. Moving my tapes in major weight, cause every dollar counts. Busters is jealousy, half these niggas is pumps. They running off at the mouth. We zijn er, we zijn er. De avond van het programma Undressed for Love. Ja, we zijn er. Wat vond je ervan, Spink? Wat vond je ervan? Oh, Spink, ik heb je gezien op tv. Oh, Spink, jij bent het echt. Ben je echt op RTL 5, Undressed for Love? Wow, waarom doe je mee? Durf je het wel? Naakt op tv, iedereen ziet je piemel, iedereen ziet je billen. Oh, waarom doe je het? Je doet het zeker omdat je aandacht zoekt. Hé, waarmee ben je bezig? Waarom doe je dit? Was je niet bang? Hoe ga je er over om aan zo'n programma mee te doen? Oh, kut. Oh, Spink. Oh, ik heb je gezien. Oh, wat? Wat zeggen jullie allemaal? Waar maken jullie je druk om? Normaal zou deze man echt lekker passen, maar nu is het... Hey, deze mensen! Zoals ik maak me niet zo druk. Doe jullie even rustig, man. Zo. Hè? Doe jullie even rustig, man. Jeetje. Zoals mijn hoed wordt er moe van. Zo. Doe even rustig. Ontspan. Ontspannen, het is nu weer voorbij. Hebben jullie genoten? Heb jij genoten? Sorry hoor, joh. Jannik is curious. Jannik is very curious. Zo, dat is heftig, man. Die reacties die ik ontving. Dat je voor mensen me hebben gecoacht. Even, ik ga kijken. Ik heb je gezien in die promo, man. Eddie of F, doe jij mee? Kiet? Is that you? Hey, jullie klaren me te veel, man. Jullie klaren me echt. Alle gekheid op een stokje, ja, dat ben ik, ja, ik heb meegedaan. En dan krijg ik veel vragen van, ja, waarom doe je mee? En wat is je doel hiermee? Heel veel verschillende reacties heb ik gekregen. Nou, ik ga die moeilijker maken dan het is. Ik zal het je even simpel uitleggen. Ik deed puur voor de ervaring. Om te kijken hoe het op tv is. Ik vond het een leuke uitdaging ook. Ik dacht van, hey, ik ga mezelf even uitdagen, meer gekke dingen doen in het leven. Meer uit mijn comfortzone komen. Ook als vlogger natuurlijk. Als vlogger durf ik ook meer. Dus dat zijn eigenlijk de redenen. Weet je? Het is niet echt dat ik op zoek ben naar liefde. Van, oh, ik moet nu een vrouw hebben. Of, deze vrouw. Nee. Fuck is your niggas talking about? Hè? Mensen denken, ik doe het voor de aandacht, ik heb dit nodig. Ik heb die aandacht niet nodig. Ik doe het niet voor de shine of zo. Nee, ik doe het voor mezelf, pure ervaring. Om tv-ervaring op te doen. En een beetje om naamsbekendheid. Ik ben vlogger, dus ik wil mezelf ook een beetje promoten. Dan denk je van, ja, waarom op die manier kom ik mee naar een ander programma? Nee, ik kies dit programma, ja? Dit programma koos ik, ja? Het is misschien een heftige stap om mee te beginnen... Maar goed, ik zag het als een once in a lifetime opportunity. You never know, weet je. Je weet maar nooit. Dus ik dacht van ja, waarom niet? Waarom niet? Heb je er spijt van? Nu heeft iedereen je blote billen en je piemel gezien op tv. Fuck dat. Voor wat zou ik spijt hebben? Het is mijn keus. Ik sta achter mijn keus. Iedereen heeft gemengde reacties. Maar dat heb je altijd in deze wereld als je wat doet. Altijd. Vergeet dat niet, mensen. Altijd als je een nieuwe stap onderneemt. Of het nou heel riskant is, of heel apart, of heel goed. Ik krijg altijd de waarom vragen. Altijd. Niet vergeten. Niet vergeten, mensen. Niet vergeten. Niet vergeten. Natuurlijk, er zijn andere manieren om naamsbekendheid te krijgen. Maar dit zijn een van de manieren. Dit zijn een van de manieren. Weet je, als je een nieuwe stap onderneemt, altijd zul je reacties krijgen van mensen. Altijd. Waarom doet hij dit? Bla 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 bla. Ik zou het hem niet nadoen. Ja, je bent mij niet. Je bent die persoon niet. Je weet niet wat ik doe. Je weet niet wat mijn keuzes zijn. Je staat niet in mijn schoenen. Als ik jou was. Nee, je bent mij niet. Niet doen.
Hé? Jullie pakken mij, hè? Sommige mensen pakken mij echt, hoor. Hé, hey, ik lach jullie uit, man. Zo. Dat is het fijne, toch? Want ik ben gewoon mentaal sterk. Ik weet waarom ik een keus maak. Ik sta achter mijn keus. Sommige mensen in mijn omgeving vinden het misschien ver gaan, maar ja. Ik vind het prima. En het is mijn keus. Ik ben door niemand gedwongen om dit te doen. Niemand. Sterker nog, ik heb me aangemeld. Niemand heeft me gedwongen of zo. Hé, je moet dit doen of bla bla bla. Nee. Het is mijn keus. Ik heb alleen die keus gemaakt. Ik heb met niemand overlegd. Ik heb niemand verteld. Mijn keus. En ik ben iemand van... Als ik 100% achter mijn keus sta, dan doe ik het. Ongeacht wat mensen zeggen. Of je nou een goede vriend bent. Of mijn moeder. Of mijn vriendinnen. Ligt eraan wat het is. Als ik achter mijn keus sta, dan doe ik het. Klaar. Punt. En ik heb je al gezegd, ik ben een risiconemer. Ik hou van risico's nemen. En sommige stappen moet je gewoon doen. Moet je gewoon nemen. Stappen doen. Gewoon stappen nee. Gewoon stappen durven te maken. Gewoon doen. Ondanks wat mensen zeggen. Ja, mensen zullen altijd wat over je zeggen. Kom op, wat is nieuw? Dit is het leven, joh. Ook met vloggen. Waarom ga je vloggen? Waarom wil je laten zien wat je doet? Is je leven zo interessant? Als ik het wil doen, dan doe ik dat. Hè? Je moet niet afhangen wat mensen zeggen. Je moet niet luisteren naar mensen. Zo ga je nooit je plannen of doelen kunnen realiseren. Als jij 100% achter staat, moet jij het doen. Ik ga niet luisteren naar Pietje, want hij vindt het niks. Niet omdat hij het niks vindt, moet ik het ook niks vinden. Nee, zo zit ik totaal niet in elkaar. Als ik het wat vind, dan doe ik het. Weet je? Als ik het leuk vind, als ik het geweldig vind, dan doe ik het. Al is de hele wereld tegen me. Als ik het leuk vind en mooi, of het een goed plan vind, dan doe ik het. Maar goed, terug naar de show. Hoe was het programma? Wat vond ik ervan? Ja, was een leuke ervaring, man. Stof, man. Was hard. Zo, het was mijn ervaring, joh. Zenuwachtig, vooral in het begin, want het publiek kwam. Ik kreeg nog die mail, hè, van, hey, je kan mensen meenemen naar die show als je wilt. Maar ik dacht van, no, dit is een eenmansmissie. Deze missie moest ik alleen doen, man. Sorry, man. Sorry, mijn mannen van me in de bek, man. Ik moest dit alleen doen, man. Sorry, man. Fully focus, man. Fully focus. Huh? Dus ja, ja, was een leuke ervaring. Was vet. Want zeg maar, ja... Hadden we die opnames en je komt binnen, je ziet het publiek, denk je van, hè? Hoe dan? Weet je? Ja. Dus het was wel even wennen, want iedereen kijkt je aan van, hey, wie komt binnen, wie kan je verwachten en zo. En eindstand moet je, dan loop je de studio in, iedereen wordt voor je geklapt en zo. En je voelt gezonde spanning van, hè? Oké, dus jij gaat je uitkleden. En Lieke van Lexmond presenteerde, dus dat is ook leuk. Mooie vrouw. Vrouw. Lieke, je hebt het goed gepresenteerd. Goed werk. Ik heb genoten. Ik hou alleen niet zoveel van series, maar ik kan er wel wat mee. Zeker wel. Soms kijk ik wel series, maar het is niet echt dat ik elke dag series kijk of zo. Nee. Ik heb ook mijn andere verplichtingen. En ja, het moment dat ze zegt van ja, cabine gaat dicht. Ja, doe de kleren maar uit. Zo. Ik voel meteen die spanning, joh. Zo, meteen. Trui gaat uit, mijn boxer ging uit, sokken. Ik dacht van, hé, alles. Maar goed, dan gaat die cabine open. Iedereen ziet je. Eerste 5 minuten was ik echt even zenuwachtig, hoor. Er kwamen veel zweetdruppels, zo. Blijven vegen. Van, hé. Ze kwamen gegroepeerd. Blijven vegen. Maar na die 5 minuten, joh, was het gewoon normaal. Het voelde gewoon heel natuurlijk, weet je wel. Voelde me niet ongemakkelijk of zo. Gewoon normaal. Want je weet waarvoor je aanmeldt. Dus ja, het ging heel snel, de opnames. Het was misschien 1,5 uur of zo. Binnen 1,5 uur hebben we het geschoten. Was leuk. Niks is gescript of zo. Alles is gewoon echt. Ik heb niks fake gedaan of zo. Nee, gewoon echte antwoorden, serieuze antwoorden, weet je. Dus ja, ik ben niet meer dat neppe gedoe. Theater, ik ben niet meer dat.
Het ging goed, het was een leuke ervaring, zeker wel. Sommige mensen denken, ik doe het voor de shine of zo. Vergeet één ding niet, hè. Het belangrijkste is hoe je bent als de camera uit is. Dat vergeten heel veel mensen. Leuk, ik ben vlogger en zo, ik laat zien wat ik doe in het leven, leuk. Maar het moment daarna is het belangrijkste. Hoe ben je als die camera uit is? Dat vergeten heel veel mensen. Mensen denken van ja, hij doet alles voor de shine of voor de camera, als hij bla 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 zo. Maar als de camera uit is, ben ik nog steeds hetzelfde hoor. Aan of uit, dat boeit mij niet hoor. Ik laat jou precies de content zien hoe het is. Gewoon de pure, rauwe content. Ik knip niks hoor. Bloopers of zo. Sommige laat ik weg, maar ik zet sommige dingen ook gewoon ertussenin hoor. Zeker wel. Als ik moet huilen of zo, of als ik verdriet heb, ik zet het gewoon erin hoor. Mensen denken, ga ik anders voordoen omdat ik op tv ben of omdat ik een camera zie of zo. Hé? Of ik ben op zoek naar aandacht. Ik ben niet op zoek naar aandacht. Aandacht is op zoek naar mij. Tja, helaas geen match. Maar goed, is normaal. Kan gebeuren, weet je wel. Is normaal. Soms kun je niet altijd de juiste types vinden die voor jou geschikt zijn. Maar dat was een leuke show. Ik heb ook met die kandidaat gesproken na afloop. Zowel met die jongens als met die dames. We hebben gelachen. Vonden allemaal een leuke ervaring. Ik hoop ook dat zij hebben genoten hoe zij het op televisie hebben gezien. Maar het was vet, jongens. Het was vet. Ik heb er genoten met jullie. Het was een leuke show. Ik ben nog opgehaald. Gewoon opgehaald. Osselzee. Van Ai. We gaan naar Utrecht. Want die opnames waren Utrecht. Ja, stof hoor. Stof. RTL. Ik zie jullie. Ja, wat nu? Wat volgt nog meer? Want ik heb jullie volgens niks gezegd. Ik heb jullie niks gezegd. Sorry. Hey, sorry, man. Ik ga weer Jones op ze. Sorry, man. Hey. Sorry, man. Sorry, hè? Gaat, hoor. Snap je? Hey, sorry, man. Sorry, hè? Sorry, man. Sorry, hè? Nee, zeg het niet. Sorry, man. Sorry, hè? Sorry, man. Wat volgt er nog meer? Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat de toekomst voor mij in petto heeft. Of misschien weet ik het wel. Ik weet het niet, maar dat zien jullie dan wel. Dan maak ik wel wellicht een aankondiging. Leuk dat je weer hebt gekeken. Het was mijn leuke show. Ik kan die aflevering terugkijken. Undress for Love. En daar zie je mij. Dat is een leuke ervaring. Thanks RTL 5, kandidaten. Dat was leuk. Ik zie jullie. Ciao.